mist dus helemaal niks, joh. Dat gaat de komende 2-3 uur ook niet weg. We houden het lekker voor gezien hier en we zoeken het even hoger op. Dan kunnen we tenminste een beetje wind verwachten. Een stuk prettiger vissen, maar ook tegelijkertijd meer zicht. Dus dat moet gewoon meer opleveren. Want dit is gewoon helemaal drama. Dat is wel lekker na zo'n mistige ochtend om heerlijk in de auto te zitten. Ik zeg dat het best comfortabel is. Voor de visserij was het niet goed, want zoals je ziet, we taaien nu even af. Gooi de boot op de trailer en gaan naar een ander water toe, want met die mistvissen, echt dramatisch. Gewoon nul activiteit, niet op de ondieptes, niet diep, snel, langzaam. Alles geprobeerd, maar hopeloos. Ja, wat zou ik zeggen? Gegokt en verloren. Het is niet anders. We hebben in de ochtend gegokt op een meer in het zuiden van het land. Dat leverde helaas niks op. Volle bak mist. Nou, uiteindelijk de keuze gemaakt om het water af te gaan. Maar eigenlijk op het moment dat die boot op de trailer lag en we reden weg, na een half uurtje zagen we de zon er al doorheen komen. Dus we hadden beter kunnen blijven zitten. Maar ja, dat is allemaal achteraf. Het water is nog heel koud. Het was nog 3,5 graden. Ja, met swimbaits aan de slag dan, ja, dat is niet altijd de meest effectieve methode, maar wel iets wat wij heel leuk vinden om te doen. Uiteindelijk moet je ook een beetje gokken. We hebben gegokt op die ene grote. We hebben ook eieren voor ons geld gekozen toen de mist niet wegging. Ja, helaas. Soms gok je en soms verlies je en soms kan er ook in één keer wat moois uitkomen. All in the game. Volgende keer beter.